In Druten belandde woensdagmiddag een auto in de sloot. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De twee inzittenden en een hond konden door de hulpdiensten uit hun benarde positie bevrijd worden. Beide mensen werden met onbekend letsel door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Voor de hond werd een dierenambulance opgeroepen.